Goedenavond en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is vandaag mijn papa's verjaardag. Het is inmiddels al 9:30. We zijn rechtstreeks na het werk. Heb ik mij echt in 5 minuten moeten klaarmaken of 10. En zijn we gaan eten bij Bar Bateau in Bocholt, zeker is het. Het was best wel een eindje rijden. Dus we zijn nu bijna net terug. Dries is terug naar huis gegaan, want die moet morgen vroeg heel vroeg op. En ik ging mij nu eigenlijk net klaarmaken om te gaan slapen. Ik heb een heel moeilijke dag erop zitten. Ik ga me nu wassen en ik doe een beetje post en plannen in bed. En dan ga ik gewoon slapen. Ik ben echt stik op. Dus see you tomorrow. Goedenavond, het is vandaag woensdag en ik was net bezig met het inpakken van de laatste bestelling voor vandaag. Ik heb een Valentijnsactie gedaan en die is goed in aard gevallen, of hoe zeg je dat? Dus ik was nu bestellingen nog aan het inpakken. Ik loop een beetje achter, maar vandaag is alles ingepakt en morgen gaat dan het laatste de post op. Ik zal zelfs heel even laten zien wat ik nu heb ingepakt, want ik heb mijn statief hier niet. Ik ben iets te lui om dat onder te gaan halen. Dus ik film zelfs gewoon zo douche. Ik vergeet altijd te filmen. Even fluisteren op mijn papa slapen al. Ik vergeet altijd te filmen, dus ik ga het mijn gsm laten zien. De bestelling is inmiddels ingepakt. En er is zo net nog een bestelling binnengekomen en dat is dit. Het zijn 2 armbandjes en hartjes hoops. En die bestelling gaat er dus ook uit. Deze bestelling. Het is inmiddels 10:45 en de bestellingen zijn ingepakt. Ik ben steeds zo blij met de inpakking of de packaging. Ik ga me nu wassen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag, amai. En ik heb mijn haarband aan, die ik al heb sinds ik 5 ben of 6 ben, denk ik. Ik ging mij net wassen en dan ga ik ontbijt maken en dan ga ik verder werken. Ik heb volgens mij niet heel veel gefilmd deze week, maar ik heb gisterochtend ben ik vroeg opgestaan, ben ik gaan sporten. Ik ga werken, ben ik teruggekomen van het werk, ben ik nog naar de HEMA gegaan, want ik had nog een deegrol en de figuurtjes en zo nodig voor de mugs te maken, dus de keramiek mokjes. Dus dat ben ik gaan kopen. Die letters heb ik niet gevonden, dus hebben we op Amazon besteld en die worden vandaag geleverd. De make-up zit erop en ik vind in het begin dat make-up erop zit altijd dat het helemaal niet mooi is. Dus het is even allemaal aan het inblenden. Ik heb nog geen mascara opgedaan, want ik zit nog vrijwel de hele dag thuis. Ik ga misschien straks een iPad kopen. Want ik heb dat nodig om te kunnen ontwerpen voor kleding enzovoort. Dus ja. Maar omdat ik ga dus vanavond met Dries naar Hasselt. We gaan dan iets eten met vrienden van Dries. En daarna misschien nog weg in Hasselt. Maar ik voel me niet zo comfortabel bij het gevoel dat er dan een nieuwe iPad in de auto ligt. Dus dat wil ik liever niet. Dus had ik het idee misschien om in Genk naar de Apple Store te gaan. Maar Dries is er toch. Wat ik nog wou zeggen, mijn camera viel uit, batterij was plat. Maar Dries die komt pas rond 5:30, 6 naar hier. En dan moeten we eigenlijk al direct vertrekken, want we moeten al rond 6:30, 7 denk ik, in Hasselt zijn. Dus dan redden we het niet. Dus ik denk dat ik mijn mama ga vragen om mee te gaan en dan misschien in Genk nog een beetje rond te wandelen en een beetje te shoppen.
En dan terug naar huis te komen, mij klaar te maken en dan met rust te gaan eten. Wat wel betekent dat ik vandaag niet heel veel gedaan ga krijgen. Maar ja, morgen is ook nog een dag. Veel uitgeput. De trap op en af moeten rennen voor de batterij. Ik ga nu ontbijt maken. Het is 9:30. Ik had de wekker om 8:00 gezet. Ik ben om 1:00 gaan slapen. Maar ik ben pas om 9:00 opgestaan. En heb ik per ongeluk nog 3 kwartier op TikTok gescrolld. Dit is wat ik momenteel aan heb. Ik vind echt... Dit is een aanvulling in je leven, deze joggingbroek. Het is echt zo mooi. Ik heb hem dus pas gekocht in Brugge. En ik vind het echt... Ja, het zit heel goed. Is heel mooi. Zeer flatterend. Dus ja. En dan t-shirt heb ik altijd van Uniqlo. Oké. Okay. Deze meid gaat er eens aan beginnen. Ik ga dus nu ontbijt maken. Ik ga acai bowl maken, want dat heb ik de hele week al nog niet gegeten. En dan ga ik daarna beginnen op verder werken aan de haarbandjes. Want ik was gisteravond er ook wel aan bezig. Ik vind het heel ongeorganiseerd. Dus de plastiek van mijn snijmat. Maar dit zijn dus de bandjes die ik gisteren heb gemaakt. Ik moet die dan nog afwerken, want het laatste kan ik dus niet meer dichtnaaien. Dit is de overige rommel. Dat is mijn snijmat. En hier heb ik zo een cutter. En dan hier is al het stof. Ik kijk heel erg uit naar die roze haarbandjes ook. Oké, ontbijt is klaar. Ik heb hier matcha. En ik heb nu dus havermelk. Gewoon in de matcha. En dan hierbovenop is amandelmelk. Om te wennen aan amandelmelk. En ik moet zeggen, ik begin het lekker te vinden. En dan heb ik hier acai bowl. Het ziet er nog zo mooi uit, maar wel heel lekker. En ik heb net dit aangepast. Dus hier stond nog iets van Valentijn. En dat heb ik nu aangepast naar Shop New, Shop Bestsellers. En dan kom je gewoon uit bij of de nieuwe collectie of de bestsellers. Camietje is hier en we zijn hier samen naar Nature aan het kijken. Ik ga Camille niet filmen, maar... Weet je zeker dat je het zo moet doen? Oh ja, ik ga naar Nature kijken. Iedereen is hier, dus we kunnen bowlen. Ik heb mijn camera even creatief in een bloemenkrans gelegd. Wel een scheef, merk ik. Oeh, beter ging het niet worden. Oei. Ik had het echt net goed dan. Wat ik dus had gekocht in H&M, ik heb het al laten zien denk ik in de bestelbevestiging. Maar als eerste, ik ga een beetje moeten bukken denk ik, maar dit vestje is echt I can't not. Dit is dus het populaire TikTok vestje en... Echt 20 video's voorbij zien komen. Geen enkele meid die de code erin had gezet. En toen uiteindelijk een meisje die dan toch de code erin had gezet. Een London girl. Dus thanks to the London girl. En dan heb ik ook nog, ja, de bijpassende broek was uitverkocht. Maar helaas, de broeken passen niet. Dus dat was weer even een mentale inzinking van mezelf. Dat deze broeken weer niet passen. Maar in elk geval, ik heb dit vestje dus ook een andere kleur. Ik zal het even pakken zelfs. Maar ik had dus de matchende broek daarbij. En ik vond deze broek ook wel leuk. Maar ze passen dus allebei niet. Ze zijn allebei te klein. Triestig echt. Echt triestig. Maar ik ben zo goed bezig. Maar toch passen de broeken niet. Ik ga ook nog even het andere vest pakken. Oké, en dit is dan hetzelfde vestje als wat ik aan heb, maar dan in het beige. Ik heb ze een XL gepakt, omdat ik het heel oversized mooi vind. Maar je kunt ook true to size zien. Ik denk als ik een medium had genomen, dat het ook wel oké was geweest. Ik ga alleen even dit zo in beeld laten zien. Als je deze code zoekt op de app of op de site... Dan gaat je de beige zien en dan krijg je ook de optie voor deze... aan te duiden. Oké.
Ik heb me nu ook omgekleed. Ik heb mijn ukjes aan. Ik heb een blauwe... Moeder is tegen Camille aan babbelen. Ik heb een blauwe klederen broek aan. We zijn inmiddels al even in Genk. De dag heeft alleen maar tegenslagen gekend. Ik kwam hier toe, toen was het stoet. Het was heel druk, we konden niet parkeren waar we wilden parkeren. En wij, of Dries en ik, zitten nu in de auto onderweg naar Hasselt om te gaan iets eten. En we zijn, of ik ben daarnet met mama en Dries is nog nagekomen naar Genk geweest. We moesten nog iets ruilen in de H&M, in de Zara. En we zijn een iPad gaan kopen. Het was geen meevallende dag vandaag. We waren naar de Sweet Coffee geweest. En dat duurde super lang. Allee, we waren pas om 5 uur in Genk, dus we moesten sowieso haasten. En toen om 5:30 zijn we daar pas terug kunnen vertrekken. Nee, naar links. En dan zijn we daarna naar de Zara geweest om nog een blouseje van Kim te ruilen. En toen hadden ze een maat niet, moesten ze een magazijn gaan halen. En toen stonden er heel lang te wachten. En toen waren ze gewoon vergeten opdracht te geven om dat te gaan halen. Disaster. Maar gelukkig hadden ze wel de iPad die ik graag, of die ik zocht. Dus dat was wel weer een meevaller. En nu gaan we eten bij Aperifino, denk ik. Hè? Goedemiddag inmiddels. Dus vandaag is zondag. En Dries en ik zijn pas om 12 uur of zo opgestaan. Of 11 uur, 11:30. We waren vannacht om 4 uur thuis. We hadden allebei niet echt gedronken. Dus geen kater of zo, maar wel echt moe. Dus tot laat geslapen. Dan zijn we heb ik voor iedereen pannenkoekjes gemaakt. Omdat ik nog voor een samenwerking een video moest maken. Ik dacht, dan doe ik dat in 1 keer, is iedereen gelukkig. En dan heb ik ook de content. Dus dat heb ik gedaan. En ik ben nu, of ik heb nu mijn iPad zover geïnstalleerd. Dus ik ben zo blij met de iPad. Ik heb dus de iPad Pro en 12,9 inch. Omdat ik die dus nodig heb voor de design. En ik was heel erg in twijfel tussen de 11 en de 12,9 qua grootte. Maar ik denk, ik ben mezelf nu heel dankbaar dat ik die 400 euro extra er toch aan heb gegeven. Omdat ik anders met het designen, denk ik, toch spijt had gekregen. Dus ja, ik heb een iPad nu geïnstalleerd voor de rest. En wat wil ik nu nog zeggen? Ik weet het niet meer wat ik nog wou zeggen. Ah, nu ga ik eens heel even kijken hoe het zit met het kopen van dat programma wat ik nodig heb om te tekenen. En dan ga ik dat alvast kopen en erop zetten. En dan ga ik eens proberen te beginnen. Ik vind het zo leuk. Het is toch echt het leukste om zo dingen te unboxen of ja, zo open te doen en allemaal te installeren. En ja, ik vind het echt heel leuk. Dus dat was de bezigheid van de dag. Het koken heeft ook lang geduurd, het is nu inmiddels... Ik ben heel blind, dus ik zie niet hoe laat het is, maar ik denk 3:30 of zo. Dus ja, ik ga nu nog even een matchaatje maken. Ik had gisteren bij de Sweet Coffee... Ik ben even moe gezeten zo. Gisteren bij de Sweet Coffee had ik matcha poeder gekocht, want je kunt hun matcha poeder die zij gebruiken dus ook gewoon kopen. En ik dacht dat het van Sweet Coffee zelf was, dus een eigen blend, maar het is gewoon van een ander merkje. Even laten zien. Dit is hem dus. Dus het merkje is Body. Is super lekker, echt een aanrader. Wij zijn zo net frietjes gaan uithalen en bij Wout en Kim en Kamietje gaan eten. Was heel lekker. En we gaan nu nog heel even proberen te kijken voor een hotel eventueel om naar Parijs te gaan binnenkort. En dan gaan we daarna gewoon een film kijken. Dus ik ga hierbij de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te subscriben. Je te volgen op Instagram en TikTok.
En dan zie ik u bij de volgende week vlog. Bye!